Yun yung wala ni Vito. What's the last? Bro! Wezen wat we hebben gepland. Ja, ik zeg wat. Omdat ik nu rijd naar Sharon. Ik ga Sharon oppakken. We gaan even een paar kleine dingetjes nog kopen voor vandaag. Ik wil jullie zeggen wat we vandaag gaan doen. Lately is the gang of the crew niet zo vaak meer samen geweest. Omdat we het druk hadden. Guys, we hebben het druk met werk, met school en al dat soort dingen. Er komt een video waarbij ik jullie ga uitleggen hoe en wat er allemaal speelde en waarom ik het druk had. En wat allemaal heeft gemaakt dat ik het druk had. Maar, laat dat even. We hebben tijd. Ik ga Sharon even oppikken. Sharon moet niet zo ver van me. Een paar kilometertjes, niet eens kilometertjes. Enkele meters verder. Dus ik ga haar nu oppikken. En wanneer ik Sharon heb gepikt, dan gaan we jullie uitleggen wat we vandaag doen. Deal? Ik ga samen met Sharon uitleggen wat we vandaag doen. Let's go get Sharon! Ik heb al fried chicken. Ik heb sausjes ervoor gemaakt. Ketchup. En barbecue sauce. En hier hebben we satés. Satés, we hebben 10 satéetjes, 4 dingetjes en we halen dan nog andere dingen. Ik ga me even klaarmaken en dan ga ik Sharon halen. Ja? Ah, kijk wie er bij is! Zo, Sharon is er, ik heb haar gehaald. Yes. En ik zei jullie dat we gaan vertellen wat we allemaal gaan doen, want ik heb ze nog niet gezegd. Oh, zo, wat een verrassing! Hey, we gaan jullie verrassen, want jullie willen nieuwsgierigheid. We gaan jullie gewoon meenemen en dan gaan jullie ook verrast worden als wat we eigenlijk gaan verrast. Yay! Je hoort het, je hoort het. Wij zijn om dit te begrijpen, hè? Mm-hmm. Maar ik weet dat jullie allemaal wijs zijn, so I don't underestimate y'all. Guys, we don't twijfel. We gaan even snel de kleine dingetjes halen, zoals ik jullie zei. Komen jullie gewoon gezellig mee, ja? Let's go. Kijk, het regen, we hopen dat niet dat de regen onze surprise roemt. Maar oké, we zijn pas. Sharon is even naar de mall. Ze staat daar ergens. Ze is gaan pinnen. We hebben dit gehaald. Dit. En dit. Is part of the surprise. Dus we gaan straks nog even een bloempje halen. En dan... Oh ja, en de afspraak is om 6 uur. We worden om 6 uur gehaald. Dus we hebben nog maar een half uur of zo. We gaan alles even snel. Ze heeft gepint. Alweer. Ze pint altijd. En ze klaar. Want zij mag wel lang bij die machine staan. Nee, is niet waar. Ja, je moet geen... hoe noem dat ding weer? Pincode opvragen voor een pinautomaat. Je houdt de boel op. En die rijen zijn ook al zo lang. Dat maak je zo'n pinpaspas. Ja, Orpa, I don't care. Dat ben je aan het doen. Je staat in de rij. Begin het voor je te houden. Niet wanneer je er voor bent, voor die machine. Dan ga je je telefoon nog ontlokken om nog code op te vragen. Je houdt iedereen op en we hebben geen tijd. We zijn op die money. Die rijke mensen lopen. Ik heb zulke issues niet. Schat, doe je ding, pin. Ik weet niet. Maar Sharon heeft issues, guys. Ze wordt zo wat baas. Ja. Time is money. Time is money. Weet je, en het is bijna 1000 SRD. Dat gaat daar. Je gaat me niet kunnen vergoeden. Voor 10 minuten. Voor 10 minuten, ja. Sorry, mensen. Sorry again. We hebben op de achterbank eten gehaald. Dat en dat. Oh, ik weet niet. Ik weet op dat. En dat. Ja. Hebben we al eten gehaald. Dus nu zijn we ready om te gaan. We gaan snel naar huis. En dan komt de surprise. Dat wel. Ze loopt altijd met haar poetie hoor.
Jullie kennen deze zwart, hè? Is je vrouw een big orpalo? Nee, hoor, dat moet niet zo. Wel, dat wel, jullie. Zeker wel. Bras op mij! Mensen hebben Abby aangepakt. We hebben er gepakt! Ben jij gepakt? Sharon, nee, sorry! Nou, kan hij hier voor de dress? Oh, kan hij voor de back of de dress? Mensen, we zien aan mijn auto goed zitten, dan gaan we met Abby's auto. We zitten met z'n allen in de auto. De gang. Gang is voltallig. Yes guys, dus we gaan nu het straatje even halen. We gaan het straatje nog even oppakken. Uh-huh. Zijn we ready? Ja. Toch, Sharon? Ja, ready. Steady, en wat gaan we doen, Sharon? Drumroll! Uitgedost mensen met schoentjes. Helemaal uitgedost. Dus natuurlijk aan een 5-sterren hotel. Disney, check dat helemaal. Hey, als jullie mijn jurk zo maar vermorzen, dan vermorzen jij. Nee, we gaan iets leuks doen. Dat is zeker, guys. Gaan we niet met jullie mee. Ja? Let's go. Mensen, zien jullie hoe Emmy rijdt? Ik rijd niet door, Sharon rijdt. Later geworden. Ik ben niet gek, toch? Maar we gaan iets leuks doen. Sharon is nu officieel bezig om de first step te zetten. En ze zei, Abby moet rustig zitten en checken. Ik zeg het niet, ik commandeerde. Nee, Sharon, je gaat niet zo doen. Nou, ze vlog met je, maar deze dag weer pino's erin. Ja, zit mooi, Abigail. En die laten we zeggen, Apollonia zit mooi. Apollonia. Sharon, wat door afrezen. Ze maakt me zo zenuwachtig. We gaan je blind doeken. Maar waarom? Doe. Zet je hoofd. Je ziet niet, hè? Nee. Je gaat zo. Hoeveel vingers heb ik hier? Vijf. Je hebt nooit. Into wishes. Loco no arpa. Doe rustig, boy. Niet zo hard, mijn bril. Oh, sorry. Aan het Robbie. Oké, we hebben geblinddoekt, dus we gaan nu lekker vrolijk verder rijden. Ze mag praten, Sander. Ik ga niet praten. Dan mag ik de look aan verkeerde passie slechts. Zo, maar nou, Abby. Hoeveel vingers zijn hier? Ik weet dit, maar ik ga goed gissen. 2. Is dat goed? Hoeveel vingers zijn hier? 3. Abby. Is dat goed? Hoeveel vingers zijn hier? Ik wil mijn kapai was in je bed. 4! Nee, is niet goed. Want geen van die keren heb je goed gegeven. No? Zo man. Hé, Orpa, die weg is slecht hoor. Heb je een cake hoor en ik kan rijden. Zit mooi. Niet die dat die geblend doek me nog maar in. Nee. Why? Zit rustig, smuistel. Sharon, waarom doe je alsof jullie maar eet? Tot zo, mensen. Ja, tot zo. We gaan even de plek zoeken, guys. Zoek nou, We zijn er bijna. Heb je zin dan? Maar nog niet helemaal. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Guys, we zijn er bijna. En zoals je ziet, is de surprise voor Apollonia. We gaan Abby surprise! Guys, it's just started. Wat met 900? Update, hè? Maar we zijn echt laat. We zijn 9 tot 6 open. Dus dat kan helaas niet meer. We moeten snel iets anders bedenken. Begin maar te zeggen waar we zijn. Dat wil ik aan vast weten.
Zo mensen. Die man heeft ons weggejaagd. Zo jammer. Meneer Prim is helemaal niet klantvriendelijk. Ik zeg jullie niet eens waar de plek is, want jullie moeten niet komen. Nee, gisteren. Oh jee. Ik zo mooi verliefd. Maar ze hebben me weer gezet om te rijden hoor. Ja, ze hebben me weer gezet om te rijden. Maar ze hebben me weer gezet om te rijden, want hier is het slecht hoor. Klein stukje. We zijn inmiddels al in de stad en ja, we zoeken een andere spot. Zetroen, we hebben. Mensen, is niet gegaan zoals ik had. Dit is niet gegaan zoals we gepland hadden, maar je weet. Kijk, hier gewoon in de bak, we hebben wel onze picknickdoek gebracht. En dit. Maar je weet, we zijn creatieve mensen, dus het wordt gewoon een goede idee. Mensen, we gaan het verder organiseren. Dat komen we weer. Dit is het geworden. Onze picknick ziet er zo uit. Ik ben het is zo leuk. Het is zo leuk. Wat een setup. Het is zo leuk. Ik had echt honger. The flowers are mine. Ja. We hebben bloemen voor je gekocht. So cute. Because we appreciate you. Gewoon een beetje tijd met je doorbrengen. It's so emotional. Sadly enough hadden we geen behoorlijke plek, maar ja. Dit is echt zo speciaal. Alsjeblieft, heb ik een cadeautje voor je hier. Alsjeblieft. Dit is ook van jou. En dan gaan we picknicken in de auto. Dit is echt lief. Ik moet echt een foto maken. Jullie zijn echt geweldig. I love you guys. Oh my god. No. Dit is echt lief. Dat is lief. Dat is lief. Mag ik het open maken? Ja. Dit is zo speciaal. Oh my god. I never saw this coming. Met glasses too. It's echt leuk. We got a sexy. Het is echt mooi. Mijn kleur. Wow. Het is echt een groene vibe, no? Echt, hè? We zijn in de geest. Echt mooi. Wauw! Kom je hier voor pas? Ja. Oh, dankjewel. Jullie zijn amazing. Is echt de pizza, no? Is echt de pizza, no? Oh, ga je me dat vragen? Echt de pizza. Ik dacht dat het voor decoratie dat is. Nee. Ik jullie een rondleiding geven van mijn verrassing. Ja? Dit zijn mijn mooie bloemen. Hier hebben we mijn pressen. Hier hebben we de sausen. Hier hebben we burgers. Dit is mijn pizza. Wijnglazen. Drank, water, orchade en soft. Hier hebben we champagne. Dit zijn drumsticks. Hier hebben we satés, onze glazen en servetten. En borden. Hey, ik ben jarig! Zo voel ik me, zo speciaal voel ik me. Guys, kijk hoe ik zit. Lekker. Hoeveel ik al heb gegeten. Kijk daar. En hier is mijn cadeau. Moet ik het met jullie delen of hebben jullie het al gezien? En daar, deze dames denken dat het een kapsalon is. Ik bedoel. Ik kan maar weer even ei. Ze zijn bezig om mijn borst te zetten. Mensen, mijn ogen zijn ziek. Toch
doen ze maar als ik het niet doe. Dus ze zijn bezig hun wimpers te doen en ik zit gewoon echt lekker hier te genieten van mijn eten. Oh my god, het is zo speciaal. Ik vind het zo speciaal. En zo dacht ik had helemaal geen kleur. Ik was wel like, waarmee zijn ze bezig en zo. Maar ik had echt helemaal niet hieraan gedacht. Like, ik wist niet waaraan ik moest denken. Die mensen die voorbij reden, leden me af hoor. Maar goed. Ik ben echt verrast. Anyway. Waar pas ik je hand? Wat zo lekker evil. Is wel leuk. Laat maar zien, laat maar weer zien. Is leuk. Is wel echt lang. Is echt lang. Dit is het moment. Ja, ja. Waarop heel Suriname gewacht heeft. Nou, dan kan ze een bossa in lampu dapper. Ik heb geen geld hoor. Ik kom naar buiten. Nee, je bent brutaal. Ik ben moeilijk, het is niet mijn auto. Eh? Dat betekent niet waar je me bedonderde op kan doen ook maar. Ik denk van nood, leer je kennen wie je vrienden zijn. En dat heb ik meegemaakt. Kom back, Shannon. Ah, dat ding gaat spuiten in die auto. Nee, ik heb het met de koppel gekregen. Hoeveel beter jullie? Kom naar buiten! Dat gaat niet. Als het... Woah! Woah! Kom op, guys. Laat maar al die groene dames hun nagels zien. Laat maar zien. Hey! Niet zo veel, je moet cheeren mee. Dat is precies al niet. Champagne glas goed? Is goed. Kan dat zo niet meer? Oké dan. Maken dan. Oké dan. We gaan proosten. Oké, waarop proosten we? Waarop proosten we? 2022. Vruchtbaarheid. Gezondheid. Wijsheid. Vooruitgang. Voorspoed. Heb je het? Rijkdomheid. No. Rijkdomheid. Wat doe je rijk en domheid? Hallo, Prozo. Grow of the businesses. Yes. Welvaart. Liefde. Ja. Plezier. Happy moments. Good vibes. Inner circle. Hey!